Fraukje De Jonge, wethouder van Almere, vandaag een presentatie van het UV over ja, de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Um, ja, wat haalt u het meest, zeg maar, wat is het meest positief uit, uit dit verhaal? Ja, er zijn natuurlijk twee dingen. Eigenlijk drie dingen heel positief. Je ziet uh, dat we na de coronacrisis, uh, uh, ja die natuurlijk nog niet helemaal over is, uh, wel enorm opgeveerd uh, zijn. Dat, uh, dat, dat zegt toch iets over de veerkracht van onze economie. Uh, je ziet um, uh, dat we dat de economische groei die voorspeld is, heel hoog is. Uh, in Almere uh, in Flevoland twee keer zo hoog als landelijk gemiddeld, ruim twee keer zo hoog. Uh, nou, dat, dat geeft me aan dat wij een kansrijke uh, regio uh, zijn. Uh, nou ja, en je ziet natuurlijk dat er toch eigenlijk een vrij structurele krapte op de arbeidsmarkt uh, zichtbaar is. Waar je op twee manieren naar kan kijken. Je kunt het zien als een probleem, uh, maar je kunt het ook zien als een kans om een aantal problemen die we al heel lang hebben. Uh, nou voor eens en voor alles op te lossen. Zoals? Nou, zoals bijvoorbeeld de groep uh, langdurig werklozen. Vaak de oudere werklozen, die uh, eigenlijk al die jaren, al decennia uh, aan de kant uh, staan. Nu wordt er ook een beetje gepleit voor uh, het stoppen met hokjes, denken. Dus wat meer uh, kijken van wat kan iemand in plaats van wat voor diploma heb je. Uh, zou dat kunnen helpen in die krapte op de arbeidsmarkt? Nou het. Je ziet dus ook heel duidelijk het denken, niet meer in diploma's, maar in skills van, uh, van mensen. Dus, dus wat, wat kan iemand? Uh, zachte skills, harde skills. Uh, dat kan natuurlijk ook enorm helpen. Uh, want nu uh, wordt er heel erg gestuurd op, op doelgroepen. Hè. Dus we moeten de groep, uh, we moeten de groep banenafsprakers uh, naar uh, werk helpen. We moeten de groep uh, statushouders naar werk helpen. We moeten de groep uh, uh, jeugdwerklozen naar werk helpen. Uh, terwijl. Als je naar de arbeidsmarkt van de toekomst kijkt, lijkt het erop dat werkgevers veel meer zeggen, het maakt mij niet uit, als iemand maar gemotiveerd is en leerbaar. En voor dat leren lijken werkgevers ook veel meer een taak voor zichzelf te zien. Dat is allemaal echt goed nieuws. Ja, nu is er krapte op de arbeidsmarkt. Uh, die blijft ook de komende tijd nog wel even aanhouden. Uh, toch doet Flevoland het niet heel slecht. Uh, maar wat zijn nou de beroepen waar toch heel veel vraag naar is? Nou ja, je ziet dat naar de toekomst toe eigenlijk uh, dat niet zoveel afwijkt van wat we nu al constateren. En dat zijn tekorten in de zorg, tekorten in de techniek eigenlijk met een, met een kruisje erbij, in, uh, in ICT. Uh, en we zien toch uh, ook wel tekorten in het onderwijs. Wat kunt u hier nou mee als beleidsmaker, hè? dus op de korte, middellange termijn, uh, echt beleid maken om dit, uh, dit verhaal van vandaag? Te veranderen? Nou kijk, ik, ik, ik vind het eigenlijk best goed nieuws. Uh, wij zitten in Flevoland in een economisch heel positieve regio, een booming regio. En wat ik heel positief vind, is dat je ziet dat die krapte nu, uh, krapte is een negatief woord, hè, maar hij is wel permanent. En dat betekent dat het uh, je niet alleen dwingt, maar ook de kansen biedt om naar een permanent andere manier te gaan van uh, ja, hoe je mensen uh, op de arbeidsmarkt krijgt en houdt. Dus waar we al heel lang met elkaar praten over de noodzaak van uh, een leven lang leren, een leven lang ontwikkelen, ontkomen we er nu niet meer aan. We zullen wel moeten. En dat lijkt mij voor veel mensen die het nu zwaar hebben op de arbeidsmarkt, of om op de arbeidsmarkt te komen, eigenlijk gewoon goed nieuws.